Kees, wij zijn super vereerd dat je hier komt als nachtburgemeester. En wij hadden natuurlijk allemaal leuke vragen bedacht. Zoals, wat ga je allemaal doen nu je nachtburgemeester bent? Wat ga jij nou veranderen aan het Nijmeegse nachtleven? Maar dat is eigenlijk, er zit eigenlijk alleen maar een heel saai antwoord aan te komen, hè? Ja, het antwoord voor nu is wel heel erg saai met wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ja. Ja, dus we hopen eigenlijk dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Daarmee ben ik dus nu druk bezig met andere nachtburgemeesters in Nederland... om ervoor te zorgen dat er een protocol komt. Ook met bijvoorbeeld met Ubaha-beheer. Ja. Om te zorgen dat er een protocol komt, dat er actie wordt gevoerd. Ja. Dat in ieder geval op de agenda komt en dat er wordt gekeken... naar hoe kan het nou zo snel mogelijk open. Misschien nog niet in de variant zoals we die allemaal zouden willen... dat voor iedereen vrij is, maar hoe kunnen we in ieder geval al die opbouw gaan maken? Oké, want die behoefte is er echt. Nou ja, wat je nu ziet, als je kijkt naar Nijmegen... Nijmegen heeft sowieso in de zomer... Hè, we hebben een mooi Waalstrand, je kunt daar een feestje vieren. Ja. En dat zie je dus nu ook iets meer gebeuren. En we hebben natuurlijk een studentenstad. Hè, 40.000 mm-hmm. studenten studeren in Nijmegen op 160.000 inwoners. Ja, dat is een redelijk aantal. Ja. Nou, die gaan normaal gesproken naar huisfeestjes toe. Ja. En vaak daarna door de stad in. Maar als je niet door de stad in gaat, dan blijf je dus hangen op die huisfeestjes. En ja, die zien we dus ook meer opkomen, want mensen zijn toch jarig in de zomer, lekker weer. Ja. Je begint in de tuin. Dat is toch hoe het allemaal werkt. Dus die behoefte blijft altijd. Mensen gaan toch feesten. Ja. En volgens mij zijn nachtclubs juist bedoeld om te zien wat daar gebeurt. Hè? Om orde te kunnen houden. Ja. Om toezicht te kunnen houden. En dat laten we gewoon compleet links liggen. Ja. En daar moet gewoon snel iets aan gedaan worden. En er zijn nu ook verschillende burgemeesters die nu ook zeggen van we moeten iets gaan doen. Want we zien die illegale feestjes. Zien we groter worden. Ja. Meer worden. En daar is niet tegen op te boksen. Nee. Want je hebt s'nachts niet zoveel politie te been die dat allemaal maar gaat regelen. Want als we nou heel specifiek over Nijmegen hebben, hoe zie je dat dan? Hoe zou. Want kijk, zeg maar zoals het voor corona ging, dat kan niet meer. Of in ieder geval, dat kan nu niet. Mm-hmm. En we zien dat de aantallen weer oplopen, dus het kan waarschijnlijk de komende tijd ook nog even niet. Hoe zou je dat zien dan? Hoe gaat die toekomst eruit zien? Ik hoop dus dat we eigenlijk zo snel mogelijk kunnen gaan kijken naar smart dancing. Dat is een idee opgekomen vanuit Ubaha beheer. Dat is van de Molenstraat. Dat is van de Molenstraat. Ja. Dus slimme mensen. Ja, ja, ja. En die hebben al gekeken naar welke leeftijdsgrens kunnen we aanpassen. Weet je, we zien bijvoorbeeld tussen 18 en 24 zien we heel erg weinig. Kunnen we daar iets mee doen? We moeten meer doen met de ventilatie. Als we van tevoren zorgen dat mensen kaartjes kopen, gecontroleerd zijn. Of ze COVID hebben. Dat kan ook allemaal geregeld worden van tevoren. Als je ervoor zorgt dat al die maatregelen goed zijn. Mm-hmm. Dat je alleen maar mensen binnen hebt die allemaal getest zijn. Allemaal negatief getest zijn. Ja. Die zorgt voor goede ventilatie. Die zorgt niet voor 100% capaciteit, maar voor een minder deel. Ja. En je begint dus met de jonge groep. En dan kijken van, hoe gaat het zodat je volgens kunt uitbreiden. Ja, dat zou ideaal zijn. Maar dat blijft voorlopig, is dat nog steeds niet aan de hand. Ja. En wat kan jij er dan aan doen als nachtburgemeester van Nijmegen? Nou, als nachtburgemeester kan ik eigenlijk alleen maar de gesprekken voeren. Alleen, je kunt het niet als Nijmegen oplossen. Dat betekent dat je dus met alle nachtburgemeesters samen moet kijken van wat kunnen we gaan doen. Want op het moment dat je gaat zeggen in Nijmegen gooien we alles open. Ja. Dan zeggen ze in Amsterdam, hey, Nijmegen is open, we kunnen naar Nijmegen toe. Ja. En, want dat was al sprake bij Groningen. Mm-hmm. Groningen gooit alles open. In ieder geval. Ja, we hebben de beelden gezien op het nieuws van cafés die gewoon open waren in de nacht. Je hebt het gezien. Den Haag dachten ze, we moeten naar Groningen toe voor een feestje. En dat kan natuurlijk niet, want je hele stad staat vol. Er is helemaal geen controle meer. Mm-hmm. Dus dat is ook niet wat je wil. Dus als je een oplossing komt, dat moet dat echt landelijk geregeld zijn. Anders, als je dat niet met z'n allen doet, dan verschuif je het probleem. Oké. Hey, en stel nou, het gaat allemaal goed en we houden ons allemaal netjes aan de regels. En laten we zeggen, tweede golf is echt een golfje en een rimpeltje. En in januari is het allemaal weer goed. Mm-hmm. Dan heb jij dus nog 2 jaar om iets van jouw heerschappij, wou ik zeggen. Maar om iets van jouw burgemeesterschap te maken. Nou, ik hoop inderdaad dat ik zo snel mogelijk echt aan de slag kan. Want ik ben begonnen met het idee van ik wil de Nijmeegse nacht promoten. Ik wil die verbinding gaan leggen. Ik wil ervoor zorgen dat die nacht inclusief wordt. Ja. Dat zijn wel de dingen waaraan ik dan vervolgens ook wil gaan werken. Dus dat ik video's wil gaan maken over de Nijmeegse nacht. Dat ik die verbinding wil leggen om te laten zien wat er allemaal in de Nijmeegse nacht te doen is. Ja. Dat echt voor iedereen zichtbaar wordt. Ja. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de nacht dus echt inclusiever wordt. Voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Voor mensen van kleur. Ja. Die zich nog steeds niet altijd even welkom voelen.
overal in het nachtleven. Juist. Nou, dat zijn hele mooie doelen. Maar dat is voor de toekomst. Dat is voor de toekomst. Ja, dus ik zit zijn nu ook al dingen te doen, toch? Wat er dus nu vooral te doen is, is ervoor te zorgen. Jullie kijken elkaar aan. Ja, ik probeer een bruggetje te maken. Nu is het eigenlijk dus met de nachtburgemeester te verzorgen dat het nachtleven namelijk wel open gaat. Ja. En dan voor de rest goed slapen in de nacht om veel energie te krijgen, zodat we dan straks weer echt aan de slag kunnen. Ja, en de agenda van Rick van Elk. Nou, we gaan zo meteen nog even lekker plaatjes draaien om het weekend in te luiden. Maar als je nog geen plan hebt voor dit weekend, heb ik even 3 leuke tips voor je. De weekend update. Zo, ook wel bekend. Iedereen kent inmiddels wel het gezicht van Nijmegen. Dat er zo... Ja, ik dacht, doe even lekker toepasselijk muziekje eronder. Goed. Het gezicht van Nijmegen. Dat grote Romeinse masker dat op het eiland staat. Bij Lente, zeg maar. Dat staat er sinds april. En officieel heet het trouwens niet het gezicht van Nijmegen, maar heet het De Uitkijk. En in het museum in Valkhof kun je nog tot 5 september terecht voor een expositie over hoe dat masker gemaakt is. Oh, ik dacht dat hij gevonden was, joh. Nee. Hij is gemaakt door een kunstenaar. Daar is dus een expositie over de totstandkoming ervan. En erg interessant natuurlijk is dat je het echte masker daar ook kunt zien in het museum in Valkhof. Dan moet ik wel zeggen dat ik dat zoiets veel mooier vind. We hebben ooit dat konijn gehad, op het Valkhof. Ja, ja, ja. Waarvan iedereen dacht, wat doet dat konijn daar? Maar ik moet zeggen, dat Biebelen. Masker, dat echt zo... Biebelen, ja. Maar dat masker dat zo op Nijmegen kijkt, dat vind ik dan wel weer wat hebben. Ja, ik ook. Het is heel erg aanwezig, maar wel mooi. Ja. En past goed bij Nijmegen. Goed. Hou je meer van een pubquiz? Dan kun je dinsdagavond terecht in café bij ons aan Dels Dwarsweg in Nijmegen. Vanwege de coronaregels is het buiten op het terras. In het park wordt die quiz gehouden, de pubquiz. Er kunnen maximaal 15 teams deelnemen met maximaal 4 personen. Het begint om 8:30. Deelname kost €12. Inschrijven kan via quizacademy.nl. En morgenochtend tussen 10 en 12 kun je deelnemen aan een workshop house bewerken voor volwassenen bij de smeltcruise op het Honingercomplex. Je kunt hout bewerken en allerlei apparaten proberen. Ja, ik stond house bewerken. Alle mensen als leeftijd. Hout bewerken, dus bij de smeltcruise. Ja. Je kunt ook apparaten proberen. Zandstroommachine, houtdraaibanken, vierkante gratenboor, schijf- en schuurmachine. Nou goed, noem maar op. Tijdens het doen stel je vragen over techniek en ontvang je handige tips. Ervaring of geen ervaring, deze welkom. Gaan we nu een houtplaat draaien? Nee, maar we gaan wel terug de nacht in. Heel goed. I'm gonna marry the night. I won't give up on my